Welkom in Theater Elkerik voor alweer een nieuwe persconferentie van Backstage Producties. Eindelijk kunnen we er terug in vliegen. Ik kijk er enorm naar uit om eindelijk die productie af te werken en aan mensen te laten zien. De eerste ervaring met musical, het voelt spannend. Ik voel mij heel goed eigenlijk, dus ik heb er veel zin in. Het is supermooie muziek. Sam heeft echt hele mooie dingen geschreven. Pocahontas kennen we natuurlijk allemaal van het verhaal van de Disney-film, maar het leuke aan deze backstage-productie is dat we daar ons eigen ding mee doen. Het is een verbindend thema, wat eigenlijk ook wel een beetje modern is. Dat is van deze tijd, zo over culturen heen. Mensen moeten komen kijken naar Pocahontas, omdat het een verhaal is dat eigenlijk niet vaak op de plank wordt gebracht. Omdat het er super mooi gaat uitzien, omdat het allemaal hele leuke mensen zijn op het podium. Zowel voor de kindjes, maar ook voor de ouders zal het een fijne productie worden. Uniek aan deze voorstelling is de vertolking van Kobe van Erwegen. Als de mensen in de zaal even hard strijk gaan liggen als ik tijdens de repetities, dan komt dat helemaal goed. En omdat ze helemaal betoverd willen worden door echt een heel geweldige cast en een zeer smaakvolle vormgeving.